Woensdag 8 november vond de begrotingsraad van Tiel plaats. Tijdens deze bijzondere vergadering werd de begroting voor de komende jaren vastgesteld. Tijdens de vergadering geven de verschillende fracties in hun beschouwing commentaar over wat zij van de gepresenteerde cijfers vinden. Daarvan nu een paar highlights. Het is een goed PvdB-gebruik om te starten met iets ludieks. En dat deed Pieter natuurlijk vroeger altijd. Nu noodgedwongen sta ik voor jullie hier om iets ludieks op te gaan voeren voordat we echt gaan starten met onze bijdrage. Nou, ik kan u zeggen dat valt niet mee, want Pieter heeft natuurlijk al wat trucjes uitgevoerd. En als dat van nature niet in je zit, dan... dan is dat best lastig. Maar wij hebben in ieder geval gelukkig van Pieter nog iets meegekregen. En dit is dit goocheltrucboek. Ik weet niet of jullie het allemaal kunnen zien. En daar ben ik eens in gaan bladeren. En dat is heel handig, want je ziet direct allerlei handige trucjes langskomen. Die we al eerder ook in de praktijk hebben gezien. En... ik ben er in ieder geval druk in gaan lezen en ik heb daarin iets gevonden wat ik kan combineren met de bijdrage die wij vanavond hebben voorbereid. Dus ik ga nu mijn trucje opvoeren. Dit lapje staat voor de OZB-verhoging die vanavond op de agenda staat en die verwerkt is in de begroting. En dit lapje is dus in de begroting gestopt. En onze vraag ook, en dat zullen we vanavond ook stellen, waar is die OZB nu precies aan besteed? En als we dan gaan kijken, en dan, Pieter deed dat ook altijd, dan blies hij even zo in zijn hand en dan was het weg. Een ander onderwerp met betrekking tot veiligheid is de overlast van jongeren. Tielenaren ergeren zich hier enorm aan. Een strenge aanpak is wat de VVD betreft noodzakelijk. Een plek waar de laatste tijd erg veel overlast is, en dan vooral van hangjongeren, is het winkelcentrum Passewaaij. Hoewel de politie er echt wel probeert de problemen aan te pakken, lukt dat naar de mening van de VVD maar ten dele. Wij zijn dan ook voorstander van camerabeveiliging ter plekke en stellen u, college, dan ook voor een camera bij het winkelcentrum Passewaaij te plaatsen. Wij dienen hiervoor een amendement samen met de Partij van de Burgers en het CDA in. Het is ons jaren een doorn in het oog dat we bij coffeeshops wel hebben geregeld dat de wiet gedoogd te koop is, maar dat we niet hebben geregeld dat coffeeshops aan hun voorraad kunnen komen. De coffeeshopshouders zijn afhankelijk van mensen die per definitie crimineel zijn. Maar ook creëren we hiermee gevaarlijke situaties in woonwijken van soms met houtje touwtje in elkaar gestoken constructies bij henneplantages op zolders. De PvdA is daarom blij met het nieuwe kabinet wil gaan experimenteren met het gedogen van het telen van wiet. De regering is op zoek naar gemeenten waarin dat mag en de PvdA wil onze gemeente hiervoor aanmelden. Volgens ons leent de gemeente Tiel zich hier uitstekend voor als overzichtelijke en kleinere gemeente met genoeg coffeeshops. Voorzitter, tijdens de nieuwjaarsreceptie sprak u over Flipje. Via zijn hoofdletter F kwam u bij een aantal woorden, alle beginnend met een F, om zo de verbinding tussen Flipje en Tiel nog eens te benadrukken. U had er een bedoeling mee, denken wij. Zoals altijd hebben wij goed naar de voorzitter geluisterd. Feiten kennen, fouten maken mag, fatsoen, vervent in de betekenis van geestdriftig aan de slag en, voorzitter, vier. Vier op wat we bereiken. Dat waren uw woorden. Bent u fier op wat uw vier wethouders bereikt hebben? Valt er voor Tiel na 4 jaar bloeiende bloesem wat te vieren? Ook in de komende jaren, met deze begroting toch wel vol onzekerheden. De periode 14-18, het lijkt wel een oorlog, nadert zijn einde, voorzitter. Uw college reist de stad en land af om in ferme beleidstijl te verduidelijken aan de Tielenaren hoe we ervoor staan. Zodat ze fier op Tiel konden zijn. Trots op Tiel, voorzitter. Met de inzet, we doen het samen. De begroting werd uiteindelijk aangenomen met 17 stemmen voor en 10 tegen. Vanaf 13 november ligt de wethouder van Financiën Laurens Verspuij in ons programma Het Koetshuis de cijfers nader toe.